Ja, maar ook niet rood. Waar gaan wij vooral op letten? Hoeveel werk het is? Hoe vaak wordt er de school gemaakt? Hoeveel mensen, bewoners aan meedoen? En vooral hoe schoon de straat is? Wat opgevallen is, toch de behoorlijke opkomst van mensen die hier aan mee wilden doen. Het contact wat zij onderhouden met het stadsdeelkantoor, dat is door middel van foto's sturen en mails versturen. De creativiteit, binding en de leuke ideeën die zijn ontstaan om hun wijk te promoten. Het voornaamste doel van dit wedstrijd is om de saamhorigheid binnen de wijken te versterken door de buurt te mobiliseren om samen te werken en zodoende de buurt schoon te houden. Straten gezien waar ik echt bewondering voor heb, dat daar de bewoners het lef hebben gehad om eraan te beginnen. Waarom kan het wel in een buurt schoon zijn en in een andere buurt niet? Dat kan wel.